Na de brand in Uilenstede van een aantal weken geleden zijn de gemeente en de VBU in gesprek gegaan. Er wordt gekeken naar de veiligheid en wat hieraan gedaan kan worden. Nou ja, wat is er nou misgegaan en wat kan er beter? Toen is eigenlijk tegen ons verteld dat het gebouw in ieder geval aan de wettelijke minimum voldeed. Dus bijvoorbeeld dat brand wordt tegengehouden in een kamer, allemaal dat soort dingen. En toen zijn wij eigenlijk gaan denken van, nou ja, moeten wij als bewonersvereniging niet meer gaan doen? Een soort van meer dan het minimum. En toen zijn wij eigenlijk in gesprek met de gemeente gegaan. Toen zijn wij erachter gekomen dat het wettelijke minimum ook niet voldoet. Dus dat is eigenlijk waarom wij hier staan en waar wij mee bezig zijn. Ja, we zijn nu samen met de studenten van de VBU, trekken we samen op. Ja, dat we echt willen dat dat duo, dat is zeg maar de verhuurder, ja, dat die zo snel mogelijk zaken gaan aanpakken en verbeteren. Duo wilde niet voor camera verschijnen. Wel bevestigen zij de gesprekken in een schriftelijke reactie en wachten zij nog op de resultaten van het rapport. Maar de wethouder wil niet te lang afwachten. De brandveiligheid, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En het zijn natuurlijk best, sommige complexen zijn echt wel kwetsbaar. Dus ja, onze studenten verdienen het beste. Die brand, wij zijn ervan geschrokken en we willen niet zeg maar, dat het nog een keer gebeurt. Ja, en dat het misschien nog nog erger is dan nu. Iedereen is het dus eens over het belang van de veiligheid. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet er nog heel veel gebeuren. Wij zien natuurlijk toe op de wet en regelgeving, het brandtoezicht. Dus ik heb ook aan onze inspecteurs gevraagd, dit is echt prioriteit nummer 1. Wij gaan ook de aankomende tijd met alle mensen die we hebben zorgen dat we daar bovenop zitten. Wat wij willen zien is gewoon dat er rookmelders komen op iedere kamers van de studenten. En dus ook dat bijvoorbeeld de deuren brandwerend zijn, dat dat allemaal voldoet aan de vereisten. Stel dat er nou echt wat gebeurt, stel dat er nou eens een brand komt en mensen overlijden, dan kan alles. En dan is morgen alles geregeld. Ga er nu meteen actief mee aan de slag, ja, en wacht niet tot het kalf verdronken is. Nu is er een ongeval geweest en zijn er gelukkig geen ernstige gewonden gevallen, is het goed gekomen. Maar dan zouden wij wel willen zien van Duo dat zij even, weet je wel, de teugels aantrekken en gewoon ervoor gaan om dan alles op orde te maken.